nieuws. De kerstboom staat. En ik wil hem een beetje mooi pitten. Met dit spul, dat moest ik meenemen. Maar ja, om nou elke keer met mijn hand zo, weet je, van dat witte sneeuw om mijn kerstboom te gooien, dat vind ik een beetje te veel gedoe. Dat is niet echt vakantje-stijl, hè? Nee. Dus ik dacht, ik leg dat probleem eens bij jou neer en kijken wat jij bedenkt. Nou, dat doe je wel vaker, hè? Ja, dat klopt. Ja, ja. Nou, gelukkig heb ik ook deze keer weer een oplossing. Top. Zo. Wat denk je ervan? Nou, dat ziet er best heldhaftig uit. Ja. Oké, en wat is het allemaal? Nou, het is eigenlijk een klein luchtdrukkanonnetje. In dit geval een sneeuwkanon. En nou ja, net zoals bij het grote kanonbouwen een keertje gemaakt hebben, gaat hier de luchtdruk in. Als je de hendel overhaalt, gaat de lucht er doorheen. En dan, dus eigenlijk de sneeuw die hierin zit, schiet die weg. Nou, dat klinkt echt top. Ja. Oké, dus wat hebben we daarvoor nodig? Sneeuw. Sneeuw. Ja. Een fietspomp of iets anders waarmee je de druk op kan voeren. Ja. Ja, ik heb geleerd van de vorige keer. Ja. Oké, wat zie ik hier nog meer? Een hendel? Ja, dat is eigenlijk een kleine expansievat. Precies dat. Ja, daar heb ik twee kleine dopjes opgezet. Een ventiel, wat we toen ook bij de brandblussers hebben gedaan. Ja. Oh, die kan je niet kant-en-klaar kopen, dat moet je er nog in. Nee, die moet je er even inboren. Oh, okay, ja. Dan een hoekstukje erop zetten, weer een gaskraantje en dan een paar stukjes PVC-buis. Ik heb gekozen om rond 50 te gebruiken, maar je had ook rond 75 of rond 100 kunnen doen. Maar ik vond dit er mooi uitzien. Oké, dus mijn kerstboom kan ik dus nu mooi witten met sneeuw. Ja, dat moeten we natuurlijk nog wel even testen, hè? Want bij jou weet je het nooit of het ook echt werkt. En bedankt. Op de manier zoals ik het dan zou willen, zeg maar. Hey, en wat zou je er nog bijvoorbeeld meer in kunnen doen? Confetti? Ja. Voor een feestje of zo? Ja. Dat is best leuk. Oké, nou ik ben om. Ik weet wat ik nodig heb. Je hebt hem al mooi in elkaar gezet. Ik zeg, laten we hem gewoon testen. Is goed. Gaan we de luchtdruk erop zetten. Hey, hoeveel bar moet er op dit kanon? Nou, ik zet dus eigenlijk gewoon 8 op. Zo, dat is best wel veel. En wat is de maximum? Niet getest, maar ik denk dat 10 toch wel... Maximum. Oh, dus ze zitten wel weer tegen het randje aan. Ja. Oké, nou. Succes. Dankjewel. Oh. Oh, hij doet het. Hij doet het. Ja, dan mag jij hem vullen met sneeuw. Hier vanaf blijven. Dit moet nog steeds met de hand, hè? Ja. Moet er nog iets in? Nee. Ik kan gewoon direct de plastic sneeuw in. Nou, dan kunnen we hem testen. Oké, top. Let's go. Oh, zo. Oh. Wat denk je, halve meter is genoeg? Ja, dat blijft op. Zo.